Oh my god, mensen. Vandaag is zondag. Dus zeg, goedemorgen deze morgen. Mijn naam is Pippi. Woppa, nieuwe dag, nieuwe video. Het is zondag. Gisteren ben ik niet naar de rommelmarkt geweest. Waarom? Er was ook geen. Hij toch geen dichtbij. Of, maar zelfs ook, we moesten al eigenlijk al heel ver gaan. We moesten al naar Gent gaan of zo. Voor de dichtste. Dus dat heb ik niet gedaan. Plus dat ook slecht weer was. Plus dat ik ook de vrijdagavond naar een mega chique trouw geweest ben. En we waren tamelijk laat thuis. En dan had dat niet zo goed even naar de rommelmarkt te gaan. Maar vandaag is een nieuwe dag, een nieuwe rommelmarkt. En vandaag gaan we naar de rommelmarkt gaan in Daddyzele. Dus al de rommelmarkten kun je vinden in zo'n boekje. Rommelmarkten 2024. En volgend jaar is dat dan natuurlijk 2025. Dus al de rommelmarkten staan daarin. Van West- en Oost-Vlaanderen. Super gemakkelijk, super handig. Dus we zijn ermee weg. We gaan nu naar Daddyzele. Dat is een rommelmarkt van ongeveer 370 standen. Daar gaan we naartoe. En we zijn ermee weg. Hè. Let's go. Yo. Voilà, zie maar. Snel ondertussen zijn we dus terug thuisgekomen van de rommelmarkt. De rommelmarkt was like, eerst langzaam verlopen en zo. Ik zei, ik vind hier like, niet zoveel. Maar dan waren er nog echt heel lange straten. En daar heb ik eigenlijk echt wel van alles gevonden. Dus we gaan even kijken wat we allemaal gevonden hebben. En we gaan beginnen bij het begin. Het eerste dat ik gevonden heb, dat is iets dat ik eigenlijk zocht. Want dus je weet, ik heb twee van die lounge zetels en ik heb voor elke zetel een donsdeken. En daarom heb ik twee van die dekbed overtrekken gevonden van Star Wars. Wacht, ga ik kijken. Dus dat is zo, Darth Vader zonder hoofd. Zo, dat is de achterkant. Zo, maar natuurlijk, zijn hoofd staat hierop. Voilà. Zo, dus dat is wel cool dat ik dat gevonden heb. En ik heb dan nog een andere gevonden.
Ook van Star Wars. Voilà. Ik weet niet of dat je dat kunt zien. En zo. Voilà. Dus dat heb ik ook gevonden. Ook met hoofdkussenhoes erbij. Of kussenhoes, of hoe noem je dat? Voilà. Dus dat was 4 euro voor de twee samen. Nee. 8 euro voor de twee samen. Zo. Dus dat was goedkoop. Wat heb ik toen gevonden? Toen heb ik een Funko Pop gevonden. Van Pirates of the Caribbean. Voilà. Die was 3 euro. Ja. Dan wat heb ik toen gevonden. Een beetje in volgende toon. Dan heb ik die gevonden. Dat was wel interessant. Hè? Dat zijn allemaal ventjes van Star Wars. Van 1977 zie ik hierop staan. Van 1980 ook. Zo. Dan hier. Voilà. Dus het zijn echt zo van die hele oude. Zo. Ik weet nu niet wat ik al getoond heb. Zo. En dan deze nog. En deze nog. Voilà. Dus allemaal tezamen was dat 24 euro. Het was 3 euro het stuk. Maar ik weet dan die wel tamelijk duur zijn. Dus voilà. Die hebben we ook gevonden. Dan heb ik nog een postkaart gevonden van Conan the Barbarian. Staat er een datum op? Nee, maar het zat allemaal tussen oude postkaarten. En ja, ik heb er toch een keer in gekeken en die zat er tussen. Maar het is wel een tamelijk oud kaartje van merk Conan. Of Canon? Conan. Ah, nee. Oh my god, wat zeg ik nu? Het is gewoon dus de film Conan. En ik dacht... Dominic. Dat is van Conan the Barbarian. Oh my god. Dom. Oh my god, ja. Dus ja, postkaartje, dat was 50 cent. Oh my god, wat zeg ik nu? Dat is echt, dat is het domste dat ik ooit al vertaalde in mijn video's. Dus dan hebben we deze gevonden. Die was 5 euro. Maar dat is van Small Soldiers, denk ik. Ik ben bijna zeker. Van Small Soldiers. Soldiers. Oh my god, Conan Canon. Fuck. Dan hebben we Viewmaster 3D gevonden. Zo, van X-Men. Dat is ook wel een coole vondst. Dat was 5 euro. En dan hebben we nog een gevonden van Spider-Man. Zo, ik vind dat zelden dat dat nog zo in de verpakking zit. De verpakking is wel open, maar het is wel proper. Allee, toch zo proper mogelijk gedaan. Dus ze zitten er nog allemaal in. Dan hebben we ook een speedboot gevonden van Baywatch. Wacht, hè, okay. Van Barbie. Zo, met het popje erbij, met originele kleren er nog bij. Dat was ook een coole vondst. Dat was... ze vroegen 8 euro, maar ik heb het gekocht voor 6 euro. Voilà, coole vondst. Zo. En dan, wat ik nog gevonden heb, dat was ook nog wel de max. Dat is, ik was daar aan het wandelen en ineens keer zie ik een bak met LP's. Ik kijk daar bijna nooit in, maar ik zeg, ik ga toch een keer kijken. Ik weet dat zat er niet veel in. Ik kijk er zo en in één keer, dat is gewoon echt toevallig, zat een dien erin. Een laserdisc van Bigfoot en de Hendersons voor 1 euro. Ik heb dat nog nooit gezien op de rommelmarkt, nog nooit. Maar ik zie, je moet eigenlijk toch altijd de moeite doen om een keer te kijken, want je vindt toch altijd wel een pareltje ertussen. Voilà, dat was eigenlijk alles wat ik gekocht heb. Eigenlijk zijn er nog rommelmarkten, maar ik heb eigenlijk echt geen zin meer. Ik wil gewoon chillen, ben alleen thuis, dus ik ga nu... een beetje foto's trekken en zo. Ik ga die video hier editen. En toen ga ik gewoon in mijn movie room zitten. En misschien dan een film of twee kijken op mijn gemak. Gewoon chill en op het gemakske. Goed, voilà. Dat was de video voor vandaag. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Je kunt mij vinden op Instagram. Official PP Blue. Daar zie je ook al de foto's van wat ik allemaal gekocht heb. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Voor een nieuwe dag. Voor een nieuwe video.
Dat zal waarschijnlijk wel van de week zijn of zo. We gaan het wel allemaal zien. Allee, salutjes hè. Yo, yo, yo.